Het maken van deze video valt mij heel erg zwaar. Ik heb er, ik denk wel een paar maanden over gedaan om de volgende 10 minuten vol te kunnen krijgen. En dat heeft alles te maken met dat mijn hoofd hierover vol zit, dat ik de verhaallijn niet lekker kan kloppen en dat ik ook gewoon niet rustig kan blijven als ik het vertel. En echt waar, ik zal het even laten zien als mijn boek een beetje mee wil werken met mij vandaag. Wat het niet echt wilt. Ja. Jongen. En halen we dat blad er nou gewoon uit, denk ik zo. Ja, want dit blad is toch eigenlijk al zo goed als een stuk. Maar de punten die hierop zien staan, dat stukje maar uitschrijven, kost mij zo'n 2, 3, misschien wel 4 maanden om het erover te hebben. Goed, waar gaat het nou dan over? Nou, kijk. Dit ben ik. En ik heb iets dat heet complexe PTSS. Daarvoor heb ik de diagnostiek uiteindelijk al gehad. Toevallig in datzelfde pand. En nu zou ik opgaan voor begeleiding. Dat pand, de plek, is een regionale psychische instelling, heet Pro Persona. Ik had daar de afspraak uiteindelijk met een GZ-psycholoog. GZ-psycholoog. Met dat mens kon ik het eigenlijk best wel redelijk goed vinden. En zij zou me uiteindelijk ook gaan behandelen. Nou, ik heb iets, of eigenlijk zijn er 4 soorten manieren hoe mensen kopen. En dat bedoel ik niet kopen als in je veroorloven wat. Kopen dus omgaan met als in een hele heftige stresssituatie zijn. Dat is de fight, freeze, flight en de laatste is fawn, dus de pleasing. Dat zijn eigenlijk de dingetjes die er zijn. Nou, ik heb verteld aan mijn GZ-psycholoog dat ik nogal van de fight ben. Mijn lichaam is wat meer van de vries, maar in mijn hoofd ben ik echt van de fight. En als ik echt heel erg getriggerd word, dan gaat bij mij alles in de fight. Ik reageer het niet af op mensen. Ik doe dat op muren, deuren, ik bokzak. Het is maar eventjes voor een paar seconden, seconden of 10, 20. Maar dan is het ook echt gewoon goed hard en... tot op het punt dat even alle remmen losgaan. Nou, denk je, oh jee, wat gevaarlijk. Waarom is dat nou? Nou, dat is mijn enige manier van hoe ik met mijn pijn om kan gaan. Als ik zo hard op mijn complexe PTSS wordt getriggerd. En dan denk je van, ja maar, waarom laat je dan ook zo triggeren? Ja, maar dat is nou het punt. Als je behandeling wilt, hè, van je stukje voor je CPTS, dan zal dat gepaard gaan met een van deze reacties. Dat is juist de bedoeling, want anders heeft de behandeling geen effect. Het is de bedoeling dat je heel hoog in emotie komt te zitten en op dat moment, wanneer je echt op het hoofd zit, halen we de angel eruit en dan heel snel weer laten afzakken. En als dat niet gebeurt, heeft de behandeling geen effect. Nu is sowieso al voor mensen met complexe PTSS de kans heel klein dat een behandeling slaagt. Dus we moeten niet dingen gaan doen om die kans nog meer te verkleinen. Dus in mijn geval ben ik wat meer van de fight. Nou, de GZ-psycholoog die snapte dat wel, die zei nou, zolang je het niet op mensen uitvoert, ben ik overal oké. Dacht top en moppen. En we zouden gaan beginnen. Maar letterlijk, een paar dagen voordat dat ik mijn eerste behandeling zou krijgen, moest per se eerst nog een evaluatie-nulmeting ertussenin komen te zitten. Dus met een case manager. Dus er kwam nog eventjes een poppetje erbij. Een case manager. Nou, die wilde dus iets dat heet een nulmeting doen. Van hoe ben ik nou voordat uiteindelijk de behandeling start. Zodat je achteraf kunt evalueren of de behandeling effect heeft of niet. Processueel hartstikke logisch. Maar gewoon stom dat het allemaal weer een beetje last minute is. Maar oké, tot daar. En dan zou je denken van, dat komt wel goed. Maar dat kan het niet. Want waarbij de GZ-psycholoog, die mij ging behandelen, oké was met hoe ik ben en hoe ik met dingen omga, was de case manager dat niet. En die case manager tijdens het gesprek deed eigenlijk drie dingen die bij mij helemaal tegen haar ingaan. Waarvan ze overigens ook wisten dat ik daar heel slecht mee was. Want ze hebben mijn medisch dossier. Dus je kunt je inlezen. En expres is ze de dingen gaan doen die mij triggeren. Het begon dat ze alles bij mij over gedrag gooiden. Ja, maar ligt dat niet aan je gedrag? En als ik later wel verteld, ja, maar zou dat niet aan je gedrag kunnen? Altijd weer constant lopen te hinten en te zinspelen op dat het aan mijn gedrag lag. Terwijl er gewoon meer factoren zijn. Maar ze wilden per se het aan blijven sturen op dat het mijn schuld was en dat ik er wel iets in kon veranderen. Maar zo werkt het niet. Dus ik raakte al heel erg geïrriteerd toen ze dat deed. Toen stond het tweede punt, dat toen ze merkte dat dat niet ging werken, dat ze zei, ja, maar de regels zijn. Ik zei, ja, dat boeit niet hoe de regels zijn. Dan heb ik ook mijn regels. En mijn regels zijn dat ik zo en zo reageer. En dat is mijn handicap. En daarom ben ik hier om proberen erin geholpen te worden. Zeg van, maar ga nou niet jouw regels lopen schiemen met mijn regels, want dat gaat gewoon fout aflopen. En uiteindelijk, wat doet ze? Ze pakt dus die huisregels erbij. Legt hij ze op tafel en probeert hij heel langzaam naar mij toe te schuiven. En ik zeg van, doe dit nou niet. Dit gaat zo meteen verkeerd aflopen. Ja, nee, maar ik wil je toch dit nog even geven om... Nou, en toen was het voor mij afgelopen. En er lag een pen lag op tafel. Ik greep die pen en bam! Sloeg hem bijna door de tafel heen. Om een afbakening van de grensangst en nou is het afgelopen. Kappen. Ik was helemaal pissed off. Helemaal over de zeik. En dat was gewoon de tweede grote fout die ze al op dat moment had gemaakt. En ze had mij dus nu, ja, getriggerd. Serieus. En de rest van het gesprek is toen wat gaan terugdeinzen. Maar in haar hoofd had ze toen op dat moment al de veroordeling klaar. Dat ze mij als een gevaar zag. En dat laatste is dus ook een staartje gaan krijgen. Want niet veel later kreeg ik via de e-mail te horen dat ik een veiligheidsrisico was. Wat de AIVD terroristen noemt. Of terroristen gaan nog verder dan crimineel. Je kunt me nog beter een crimineel noemen dan een terrorist. Ik pik het niet als je mij een veiligheidsrisico noemt. Daar klip ik hem op. En waarom klip ik hem erop? Wel, heel simpel. Omdat op basis van hoe je... Op basis van de manier hoe je bent, wat jouw copingstrategie is, wat wordt veroorzaakt door je handicaps, maakt dat beslist of je een veiligheidsrisico bent of niet. Dus letterlijk, wat mij is overkomen, hè, want je kunt jezelf niet complexe PTSS aandoen, dat overkomt je. Dus je krijgt eigenlijk al een flikken map in het gezicht, doordat je complexe PTSS hebt en daar voor de rest van je leven mee om moet gaan. En dan is het nog eens eventjes daarna nog een stoot of nog wel een trap na op het gezicht, dat je mij dan ook nog eens tot een veiligheidsrisico bestemt. Ja, ik trok dat niet meer. Heel simpel. Toen ging het bij mij mis. En dat wisten ze ook. Maar ze waren volgens mij doelbewust, die case manager doelbewust op uit, om mij dit te krijgen. Want wat hiermee gebeurde, was namelijk dat ze mij de behandeling door de neus boorden. En mijn mogelijkheid tot behandeling, werd... game over. Puur op basis van wie ik ben en mijn handicaps en hoe ik daar met omga. Ik kom juist bij het pand aan voor behandeling om mij te helpen dat mijn respons op mijn CPTS omlaag zijn. Je zou niet eens mogen verwachten, maar moeten verwachten dat zij weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ook met mensen die misschien een wat meer expressievolle manier van uit te hebben. Ik heb achteraf zelfs nog gehoord dat ze die expertise daadwerkelijk ook hebben, dat ze gewoon ruimtes hebben waar dat kan. Voor wat meer expressievolle mensen. Maar daar werd gewoon niks mee gedaan. Ik werd gewoon gedwarsboomd. En ze hadden gewoon geen zin in mij. En ik vergeet trouwens nog een dingetje. Dat was trouwens nog een kruisje wat hierbij is, wat er nog bij moet. Zij wilde niet meewerken aan alternatieven. Als in, zij vond het ook niet oké dat ik deuren of muren in hun pand gebruikte. Of waren dat hele stevige deuren en muren. Dus je zou zeggen, ja, doet mij wat. Ga lekker in gaan. En toen zei ik van, nou. Dan gaan we toch gewoon naar buiten. En sla ik, als jullie me te hard trekken, dan sla ik gewoon een complete boom omver. Onvrijwillige landscaping. Maar goed, dan is het een boom. Nee, dat kan ook niet. En oh, dat is zo moeilijk. En terwijl mijn GZ-psycholoog zoiets had van, geen slecht plan, dat kunnen we beter best wel doen. Was mijn case manager heel erg strak van de protocollen en regels. En die was zo van, nee, gaan we niet doen. Doen we niet. Nee. Maar voorstellen, waar ik achteraf hoor dat ze ook kickboxzakken hebben staan, dat werd ook niet geopperd. Dus ook alle alternatieven om toch tot een oplossing te komen, die werkte niet. Ik heb zelfs ook nog voorgesteld van, nou dan gaan we gewoon videobellen. Nee, dat kan ook niet. Videobellen, dat mag ook niet volgens het protocol. Het moest allemaal precies in dat hele kleine, echt microscopische kadertje moest je dan passen. Ja, en ik val daar buiten. En dan ben je opeens niet meer oké. Terwijl de mogelijkheden zo zijn, willen zij niet verder kijken dan hun neus lang is. Sterker nog, hun neus is zelfs nog langer dan dat ze kunnen kijken. Vooral die case manager dan. Ja, en dat ging dus mis. Nou goed, om even terug te komen van het verhaal. Ik was dus al veiligheidsrisico. En dat ze mij de behandeling zei van, ja, we willen je die niet meer gaan geven. Nou, dat weet ik niet, want wat mij betreft had ik gewoon een afspraak nog samen met de GZ-psycholoog een paar dagen later. Dus ik ging daar gewoon, ik heb gezegd, nou ik kom gewoon langs. Ik kan me niet schelen wat jullie van me vinden, ik kom gewoon langs. Nou, ik kom daar en als we even een bovenaanzicht maken, dan heb je hier de centrale draaideurpoort. En ik loop daar uiteindelijk naar binnen en dan staat er precies achter die draaideur staat er een bewaker op te wachten. Die zegt van, ben jij Robert? Ik zeg van, ja, hoezo? Ja, kunnen wij dan even mee naar buiten gaan? Ik zeg van, nou ja, liever niet, want ik moet me eigenlijk even aanmelden bij de balie. En die balie die zat dan precies daar in de hoek tegenover. Van, dat ik zo'n afspraak. Nee, kom, even naar buiten toe, even afspraak. Oh, oké, fijn, wat nu? Dus wij lopen naar buiten toe. En ik ga die bewaker als een kruisje zetten, want dat is echt een loser. Nou, de loser die komt daar te staan. Ik sta hier. En hij vertelt mij dat ik persona non grata ben verklaard. Helemaal niks over aangekondigd, stond helemaal niks voor in de e-mail. Hooguit dat ik een veiligheidsrisico was, maar ja, veiligheidsrisico betekent niet per se dat je persona non grata bent verklaard. En hij zei van, dit is het eerste waarschuwing, het tweede en derde moet ik dan de politie behandelen. En ik dacht zo, ja, het is goed zo. Dus ik heb me rechtsomkeerd en ik ben weer die draaideur naar binnen gegaan. En het moment dat ik die draaideur naar binnen liep, komt hij van achteren en wil mij zo achter op de nek slaan. Op achterhoofd. Ik weet niet precies waar hij probeerde te mikken. Maar doordat de draaideur dat ik net draaide, schamte dat schot net langs mij heen. En had ik mazzel. Dat kon gewoon een dikke vette knockout klap zijn. Dus ik draai hem om. Ja, ik kan een klein beetje Krav Maga, dus het draaide uit op een handgemeen en ik probeerde hem van me af te houden zonder te slaan of te schoppen of wat dan ook. En hij bleef maar op mij afkomen. Hij bleef maar mij proberen aan te vallen. En uiteindelijk knokte onszelf, of beter gezegd, ik knokte hem naar achteren tot bijna de receptie. En toen kwam er uiteindelijk zelfs nog dat heeft nog een halve minuut geduurd. Hij heeft nog geprobeerd zelfs om mij om de nek te pakken, om mij te wurgen. Ja, dat kun je beter niet doen, maar daar weet ik wel wat voor. Heb ik ook geprobeerd. Blijkt die knuppel een tok om te hebben. Godverdomme. Dus ja, ik heb me heel erg ingehouden. Omdat veel camera's te hangen natuurlijk. En iemand helemaal lens slaan, dat is gewoon niet oké. Voor iemand die een veiligheidsrisico is, die zegt dat iemand lens slaan niet oké is, klinkt toch best wel dat iemand dan geen veiligheidsrisico is. Als in, ik geloof niet dat iemand die een veiligheidsrisico is, zou zeggen dat het niet oké is om iemand helemaal lens te slaan. Dat is onverenigbaar met elkaar. Maar goed. Toen is er uiteindelijk kwam er een tweede bewaker aan gerend. Ja, en hier begint voor mij een gevaar. Want zij stonden toen tegenover mij. En ik zei van oké, ik snap het nu. Ik ben hier welkom. Laat me er weer uit. Hè? Dus ik wilde die kant weer erop. Ik wilde weer eruit. Je zou zeggen, ja, had je daar nou echt een knokpartij voor nodig om dat duidelijk te hebben? Ja, ik had een knokpartij ervoor nodig om dat duidelijk te hebben. Kan ik tenminste nu zeggen dat ik fysiek ben belaagd, ben aangevallen, terwijl ik heb geprobeerd om mijn afspraak te verschijnen. Maar ja, als ik word aangevallen en ik kan niet eens rustig mij aanmelden bij de receptie, dan kan mij niet meer verweten worden dat ik niet meer op mijn afspraak kan komen. Want daar ging het mij eigenlijk om. Maar goed, ik wilde dus weer naar buiten proberen te komen. Maar die route werd mij geblokkeerd. Een van de dingen in mijn complexe PTSS, waar ik ook heel veel trauma's aan heb, is dat ik er niet tegen kan als mij de weg wordt geblokkeerd. Mijn escape. Dat doet mij in een soort van paniek ontsteken. En dat heeft ermee te maken dat in mijn jeugd ben ik op die manier door, laten we zeggen, de slechte stiefvader. Ik heb meerdere stiefvaders gehad, maar alleen maar één slechte stiefvader. Daar komt het vandaan, die heeft mij heel vaak opgesloten. En ja. Het is gewoon fucking 15 jaar geleden. En ik heb er gewoon nog steeds last van. Het feit dat ik er gewoon nog steeds niet rustig onder kan blijven. Dat ik gewoon eens normaal, zonder janken uit te barsten, hierover kan praten. Dit is dus waarom ik dus mijn complexe PTSS heb. En waarom ik die behandeling wil hebben. En waarom ik erin ben. Ja. Waarom ik ben zoals ik ben. En alles. En mij tegenhouden om de uitgang, hè, de ontsnapping, ja, dat doet mij gewoon, ontstaat er gewoon een blinde vlek. Dus toen gingen ze mij met z'n tweeën aanvallen, ja, dat was natuurlijk een heel stuk zwaarder. En toen is er ook echt wel wat geweld bij te pas gekomen. En toen uiteindelijk vanuit de andere hoek kwam er een derde beveiliger nog aangerend. En die wist mij precies goed te raken achter in de kuit, waardoor ik naar beneden zakte. En toen wisten ze me te grijpen en toen lag ik op de grond. Dus uiteindelijk zat er gewoon 3 man beveiliging op mijn gezicht. Ja, toen was het gewoon game over. Toen ben ik gewoon ook verder heel rustig geweest. Want ja, je kunt dan toch niks. Nou, en uiteindelijk kwam de politie erbij. En in plaats van een beetje normaal en vriendelijk en beleefd te doen, was het eerste wat zo'n gast van 23 jaar, die nog zijn school moest verdienen. En die dacht van, door even wat stoer en een grote, hij is een groter voor te doen dan niet is. Tegen mij te lopen. En gaan we nou eens even normaal doen? Ik zeg terug, joh, kijk eens. Wat denk je zelf? Nu is een grote bek, gaan we nou normaal doen? Ik zeg van, je hebt zelf een grote bek. Kijk nog eens goed. Ik zeg van, voor de laatste keer ga je nou normaal doen. Ik zeg van, volgens mij lig ik hier al normaal. Zeg van, geef me gewoon de kans om rustig naar buiten te kunnen, alsjeblieft. Dank je. Nou, toen werd ik uiteindelijk losgelaten. Toen ben ik ook netjes gewoon naar buiten gegaan, maar ik was compleet overstuur. En buiten probeerden ze nog een gesprek mee te hebben. Kwam ook nog een veiligheidscoördinator aan. Er was zo'n bankje hier buiten en toen ben ik daar maar gaan zitten. Er stonden 2 agenten daar en de veiligheidscoördinator die ging dus daar staan van Pro Persona. En nou, zo zie je me weer, hè, met 3 man tegen 1 weer gaan spreken. Weer zo'n typisch een machtsmisbruikverhouding. Waar was mijn hulp? Waar was mijn verdediging? Waar waren mijn matties? En wat mij nog meesteekt is dat die mensen hebben zelf geen complexe PTSS. Dus die weten van nog geen toeters en nog geen bellen over hoe het is om complexe PTSS te hebben. En dan ga je mij aanspreken over wat er is gebeurd en dat het allemaal mijn schuld is. Nee, het was gewoon een reactie van mijn complexe PTSS. En ik kwam daarvoor behandeling en ik word daar gewoon aangevallen omdat een case manager mij te hard heeft getriggerd en dingen heeft gedaan, opzettelijk heeft genegeerd, waardoor ze het gevoel bekroop dat ze mij een niet zo prettig persoon vond, en dan maar haar gevoel tot een feit maken. Ja, dit is een beetje hetzelfde als dat de koning zegt, hey, jouw rotkop staat er niet aan, en dat hij dan gewoon het leger op je af kan sturen om je zo te krijgen. Dat is gewoon wat er hier in mijn ogen is gebeurd. En dat de politie dan er ook nog eens uiteindelijk bij komt, ten eerste dat de beveiligers al knuppelaars zijn. En dan komt de politie er ook nog eens bij, die wat mij betreft ook gewoon een verlengstuk van die knuppelaars zijn. Ja, politie zijn wat mij betreft gewoon eikels. Fucking eikels. Ik durf het gewoon te zeggen, ik moet niks van ze hebben. En het is trouwens niet het enige incident wat ik met de politie overigens heb hoor. Maar het is wel het zoveelste bewijsstuk dat ze er niet voor alle mensen zijn. Ze zijn er alleen voor de partijen die veel geld en macht hebben. Want als je de politie in zijde hebt, dan kun je veel macht uitoefenen. Maar dat van dienstbaar en waakzaam voor alle burgers, nee, gewoon nee. Nee. Komt nog eens een andere video. En dan zijn we er nog niet. Want dan krijg ik nog later een vervolg-e-mail, dat ze mij zeggen van, weet je waar je naartoe moet gaan, waar we hem doorsturen naar Kairos. Nou, daar ging bij mij nog een keer de haren van overeind staan. Waarom? Kairos, voor de mensen die dat niet kennen, Kairos is een organisatie, een tweede of ja, tweede lijns psycho-educatie plek voor zedendelicten. Een groot deel van hun bestand bestaat uit zedendelinquenten. Niet alleen, maar ook voor schijnbaar complexe en moeilijke gevallen zoals ik. Maar ik durf daar niet naartoe. Ik durf daar niet naartoe, omdat ik wil niks, maar dan ook niks, maar dan ook echt niks te maken hebben met CPTS. Ik wil niet eens op hun camerabeelden komen te staan bij de voordeur. Al zou ik er naartoe moeten. Al zou ik een baan aangeboden krijgen als adviseur. Ik ben nog op zoek naar werk. Dus stel ze zouden me nog gewoon inhuren, dan wil ik best voor ze werken. Maar no way dat ik daar door hun voordeur ga lopen. Echt niet. We zeggen wel eens gekscherend van dat mensen die bij de Belastingdienst werken nooit op feestjes gaan zeggen dat ze bij de Belastingdienst gaan werken. Want dan houden, ja, kijk maar eens wat er dan gaat gebeuren. Nou, ik heb datzelfde met Kairos. Dus ik voelde me ontzettend diep beledigd dat ze mij doorsturen naar Kairos. Want nu hebben ze me naast een veiligheidsrisico zetten ze me ook neer dat ik net zo ernstig ben en vergelijkbaar als een zedendelinquent. Terwijl ik nooit, maar dan ook nooit, een zedendelict heb gepleegd. En waar is de rechtspraak hierover? Waar is mijn rechtvaardigheid? Wie kan deze clusterfuck wel oplossen? Ik denk ook dat het gewoon niet meer goed gaat komen met alleen maar een keertje praten, maar dat het gewoon opgelegd moet worden door bepaalde instanties van godverdomme hoe jullie Robert hebben behandeld is en gaat het alles spuik gaat te buiten en dan kun je nog zo je kutprotocollen hebben gevolgd. Dit is gewoon een kutprotocol als het als het mensen zo dupeert. Als het een persoon die in psychische nood is en om hulp vraagt en probeert om beter te worden, als jullie hem zo naar de kloten helpt. Want hij was geen gevaar. En als jullie hem niet zo hadden getriggerd, dan was het helemaal niet zo geëscaleerd. Jullie hebben compleet een situatie verkeerd ingeschat. Jullie hebben opzettelijk lopen pushen en drukken. En ja, uiteindelijk, als je maar lang genoeg ergens tegenaan schopt, dan krijg je vanzelf wel een blauwe plek. Of erger. Nou, dat is in dit geval gebeurd. Ik heb er nog een trauma bij. Want ik durf nu niet meer naar plekken en panden toe die meer dan één beveiliger bevatten. Als het gaat om zaken die te maken hebben met de dingen in mijn hoofd of met mijn handicaps. Zodoende durf ik bijvoorbeeld nog wel een sportschool naar binnen, of durf ik nog wel een supermarkt naar binnen waar beveiliging is. Tegenwoordig is ook wel beveiliging. Maar durf ik grote partijen, psychoklinieken, dat soort spul, durf ik niet meer naar binnen. Hooguit alleen een hele kleine praktijk durf ik dat nog. En ik ben bang dat ik nooit meer van mijn complexe PTSS afkom. Dat ik nooit meer een behandeling kan krijgen om dit opgelost te krijgen. En mijn gezondheid is staande. En daarom schrijf ik dit onrechtbaar uit. Zodat er hopelijk eens wat aan gedaan kan worden. En dat er eens mensen voor mij opstaan. En eens naar mijn situatie, mijn kant van de munt gaan kijken. En toch zeggen, ja, maar Robert heeft hier wel een punt. Hij is misschien niet de meest tactvolle. Maar hij kwam wel hier met goede bedoelingen en intenties. En hij is me toch een partij gedupeerd. Godsamme. Dat... Als dit de manier is hoe we mensen met psychische problemen helpen, dan kun je net zo goed het doodeskadron weer in het leven roepen, herintroduceren. Schiet ons voortaan dan maar gewoon af of zo. En noem dat dan maar begeleiding of zo. De kogel krijgen. Want... Dit werkt gewoon ook niet.